We gaan het vandaag hebben over een wandelende takkensoort. Ook die hebben we in Orchideehoeve. Namelijk de Australische flappentak. Zoals de naam al zegt, hij komt uit Australië en het is een super fascinerend diertje. En we gaan u er meer over vertellen. U ziet hier twee Australische flappentakken zitten. Dit is het vrouwtje. Die is een stuk groter, zit helemaal onder de stekels. En hier aan deze kant zit het mannetje. Die is kleiner, dunner en heeft vleugels en kan zelfs vliegen. Er zijn inderdaad wandelende takkensoorten die kunnen vliegen. Het vrouwtje kan het helaas niet. En je ziet dat het vrouwtje in een vreemde houding zit nu. Normaal gesproken zijn wandelende takken altijd recht en plat. Maar dit vrouwtje zit nu helemaal opgekruld. En dat doet ze bewust. Het is een soort verdedigingstactiek. Ze probeert nu een schorpioen na te doen. Normaal gesproken hangt dat achterlijf recht, net zoals bij het mannetje. Maar als ze het ook maar eventjes niet vertrouwt, het eerste wat ze doet is het achterlijfje opkrullen om dus op een schorpioen te lijken. Nou, die zijn over het algemeen giftig, gevaarlijk. Er zijn weinig dieren die schorpioen eten. Dus ze denkt, als ik nou een schorpioen na doe, is de kans dat ik opgegeten word een stuk kleiner. En wat ze nu doet is ook typisch wandelende takkengedrag. Je ziet dat ze namelijk heel zachtjes van links naar rechts gaat. Je zou denken, een wandeltak zit toch de hele dag stil? Maar juist als wandeltakken niet vertrouwen, gaan ze heel zachtjes van links naar rechts schommelen. En op die manier bootsen ze de wind na. Want in de natuur zijn blaadjes en takjes natuurlijk altijd een klein beetje in beweging door de wind. En door heel zachtjes van links naar rechts te schommelen, doet ze dus een blaadje of een takje na die in de wind van links naar rechts waait. Nou, je kunt het verschil mooi zien. Het vrouwtje heeft ook echt veel meer stekels dan een mannetje. Daar kan ze zich ook flink mee verdedigen. Met die stekels kan ze echt wel heel naar prikken. Verder zijn ze volledig vegetarisch. Dus voor andere dieren zijn ze niet gevaarlijk. Ze eten geen andere dieren. Het enige wat ze eten zijn bladeren van verschillende soorten planten. En nu hopen dat het mannetje dan zometeen er even weg gaat vliegen.